Ik ben Hannelore Goeman, ik ben 34 jaar. Ik zat voordien in het Brussels parlement, maar ik zit nu voor het eerst in het Vlaams parlement voor SPA One Brussels. En ik ben een trotse bewoner van Schaarbeek. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Ja, omdat ik geloof in de politiek. Omdat ik heel erg wil vechten voor de idealen waar ik in geloof. En dan moet je op een bepaald moment natuurlijk in de arena stappen in plaats van aan de zijlijn te staan schreeuwen. Dat betekent op een lijst gaan staan in de hoop verkozen te worden. Dat is gelukt. Ik ben ook heel blij dat ik op de Vlaamse lijst stond. Omdat onderwijs een van mijn stokpaardjes is. Dus ik hoop daar in het Vlaams parlement toch iets te kunnen ronddoen. Ik geloof echt dat onderwijs het antwoord is op een heel aantal van de uitdagingen die we vandaag hebben in onze samenleving. Als we erin zouden slagen om kinderen zich goed te doen voelen in hun vel, kritisch te leren nadenken, te leren samenwerken, respect bij te brengen, te helpen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, dat we echt de basis aan het leggen zijn voor een betere toekomst, voor een betere samenleving. Dus onderwijs, hè, daarom was ik blij dat ik in Vlaanderen op de lijst kon staan. Ja, en natuurlijk Brussel. Hè. Ik stond op de Brussels Vlaamse lijst. Ik ben eigenlijk ook in de politiek gestapt omwille van Brussel. En ik hoop door op die Vlaamse lijst te staan en nu dus in het Vlaams parlement te zitten, om een bijdrage te kunnen leveren tot een betere verstandhouding tussen Brussel en Vlaanderen. Want ik denk echt dat we elkaar kunnen versterken, maar dan moeten we goed samenwerken en overleggen. En ik heb nu soms het gevoel dat, dat er een verkeerd beeld bestaat over Brussel en dat heel veel Vlaamse politici eigenlijk Brussel niet genoeg kennen. Onze structuren niet, de realiteit van het terrein niet. En dus ik hoop een bijdrage te leveren om daar verandering in te brengen. En dat zijn allemaal redenen waarom dat ik op de lijst ben gaan staan. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, dat was een hele intense avond. Rollercoaster van emoties. We waren begonnen bij iemand thuis met een aantal kandidaten naar de uitslagen te kijken. En dan zijn we, van zodra dat een beetje duidelijk werd in welke richting dat het ging, afgezakt naar een zaal die we hadden gehuurd om samen met de militanten, de sympathisanten, familie en vrienden de resultaten af te wachten. Dat was, ik zeg het, een mix van emoties. In eerste instantie toch wel wat teleurstelling. Allee, ik moet daar eerlijk in zijn. Het was niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Maar ook een gevoel van ontlading. Allee, zo'n campagne, dat neemt uw leven totaal over. Allee, je denkt echt maandenlang aan niks anders meer. Dus ik moet toegeven dat ik ook wel echt zoiets had van oh mijn god, het is nu echt gedaan. Dat was toch ook ergens een last dat van mijn schouders viel. En ook een gevoel van samenhorigheid. Want je zit daar samen met een hele ploeg, met mensen met wie dat je maandenlang de straat hebt opgetrokken. Allemaal andere kandidaten, maar ook militanten en sympathisanten. Dat schept echt een ongelooflijke band. En dus in eerste instantie heb je die avond echt steun aan elkaar. Maar je voelt ook wel dat er strijdlust zit in die groep. Hè? Van oké, we're only just getting started. Dus even reculé, maar dan wel echt pour mieux sauter in de toekomst. Dus allez. Ondertussen zijn we bekomen van de verkiezingsavond en gaan we nu even vakantie pakken en dan gaan we er volop terug tegenaan. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, ik zat zo'n beetje in een specifieke situatie, hè, omdat ik in Brussel op de lijst stond. Dus ja, ik ben natuurlijk een SPA-ster en dus over het algemene resultaat van een SPA, ja, daar was ik toch echt wel teleurgesteld over. Ik kan ook niet anders dan mij dat aantrekken. Maar ik stel wel vast dat wij hier nu in het Vlaams parlement echt een super enthousiaste ploeg hebben. Dus ik heb zoiets van, er tegenaan. En binnen 5 jaar staan we er terug. Aan enthousiasme ontbreekt het alvast niet. Maar omdat ik in Brussel op de lijst stond, kwam hij ook op met een specifiek stadsproject. Dat wel gedragen werd door een aantal SPA'ers. Waaronder ik zelf, maar ook heel veel geëngageerde Brusselaars, onafhankelijke, die onze sociale en progressieve visie op de stad delen. Dus we hadden daar een ander project. Dat heeft het beter gedaan, maar het was toch ook nog altijd niet helemaal wat we ervan verwacht hadden. Maar ik zeg het, ik zei het daarnet al, we zijn daar nu maar mee gestart en we gaan dat de volgende 5 jaar gewoon volop verder uitbouwen. En dan persoonlijk, ja, dat is een beetje raar, maar dus persoonlijk was ik wel echt super tevreden met mijn resultaat. Ik was voor de eerste keer lijsttrekker.
bij de vorige verkiezingen was ik tweede opvolger. Dus ik ben ook als opvolger in het parlement gekomen. Ik zat daar nog maar drie jaar. Het was ook een beetje een last minute beslissing dat ik die lijsttrekker ging worden. Dus als ik al die omstandigheden in rekening neem, dan ben ik ongelooflijk blij met mijn persoonlijke score. En dat geeft goesting om het de volgende keer nog beter te doen. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Mijn verwachtingen over mijn nieuwe functie. Ja, ik hoop natuurlijk. Het is zo wat moeilijk om daar nu al over te spreken, omdat het nog niet helemaal duidelijk is of dat we in de oppositie of de meerderheid zitten en wie welke commissies gaat doen. Maar algemeen gesproken, ja, denk ik dat iedereen die in het parlement zit, hoopt om toch zijn stempel te kunnen drukken op het politieke debat. Om een aantal heel concrete voorstellen op tafel te leggen, een aantal ideeën te kunnen lanceren. Ik denk dat dat ook echt de job is van een goede parlementair. Dus dat is zeker de verwachting waarmee dat ik naar hier kom. Dat is ook mijn ambitie om dat te doen. Dan is er natuurlijk ook Brussel. Hè. Ja, opnieuw. Ik wil echt de stem van de Brusselaars in het Vlaamse parlement zijn. Ik wil hier volop pleiten de komende 5 jaar voor meer overleg, voor meer samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. Want vandaag wordt er hier echt veel beslist, zonder dat er rekening wordt gehouden met de realiteit van Brussel. Dus ik hoop dat ik daar zo constructief mogelijk altijd de Brusseltoets kan zijn vanuit mijn eigen ervaring met de Brusselse realiteit. Iemand die de structuren goed kent om te zeggen van mannetjes, even wachten. Ik weet niet of dat zo gaat werken in Brussel. Dus daar altijd die kritische stem te zijn. En dan, ja, ik ben natuurlijk een socialiste. Ik ben overtuigd links. En dus ja, ik kan niet onder stoelen of banken steken dat ik niet echt vrolijk word van het feit dat het Vlaams parlement ondertussen heel erg rechts kleurt. Heel erg extreem rechts zelf. Dus ik kom echt ook wel naar hier om mij met elke vezel in mijn lijf te verzetten tegen rechtse ideeën zoals het feit dat homo's abnormaal zouden zijn, dat vrouwen niet te veel noten op hun zang moeten hebben, dat moslims een grote bedreiging zouden zijn voor onze samenleving. Dus voilà, dat zijn mijn intenties. Maar ik hoop natuurlijk mij ook daarnaast een beetje te amuseren. Met de eigen fractie gaat dat zeker lukken. Ik ken ook een aantal andere leden, of andere parlementsleden, andere fracties. Dus ik zie potentieel en nu afwachten wat er gaat gebeuren. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Andere job, ja, ik ben voltijds parlementslid, maar ik geef daarnaast ook wel nog les aan de Universiteit van Luik, waar ik een vak geef rond Europees migratiebeleid. Ik heb daar een doctoraat over gedaan, dus ik vind het super interessant en belangrijk om mijn expertise daarover op peil te houden, zal ik zeggen, maar ook te delen. Dat is 2 uurtjes per week, ik doe dat al 3 jaar. En ik zou dat ook graag blijven doen, gewoon omdat ik lesgeven super interessant vind, om die kennis te delen, maar ook omdat, zeker met zo'n onderwerp als migratiebeleid, dat altijd super interessant is om in discussie te gaan met jonge mensen over wat zij daarover denken. En dus, voilà, op die manier blijf ik zelf ook bijleren. En ik denk dat dat ook voor mijn parlementair werk alleen maar een goede zaak is. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, de impact op mijn familiale en sociale leven is wel echt gigantisch groot. Allee, bon, hè, de campagne, dat was waanzinnig. Allee, dan was ik gewoon nooit thuis. Maar bon, dat gaat de komende jaren natuurlijk niet veel beter worden. Ik vind dat ergens ook normaal. Allee, voor mij, politiek is een roeping. Dat is geen 9-to-5. Ik vind, als je echt een volksvertegenwoordiger wilt zijn, dan moet je gewoon zorgen dat je naar mensen luistert. Hè. Dat je weet waar mensen van wakker liggen, waar mensen mee bezig zijn. Dat betekent dat je s'avonds naar infovergaderingen moet over het nieuwe mobiliteitsplan in de wijk. Of naar een wijkfeest of naar een viering. En ik vind dat belangrijk dat je daar bent. Dus dat hoort er wat mij betreft absoluut bij. Ik moet wel zeggen dat ik natuurlijk heel blij ben dat ik zowel een vriend heb als een familie, als een vriendenkring die mij enorm steunen in mijn engagement, die ook heel erg fier zijn op mij. Dus ik kan mij wel wat permitteren. Maar ik probeer zelf ook wel heel erg in de vrije momenten dat ik heb om daar heel veel aandacht aan te besteden en om zelf zeer proactief te zijn. Dus ik probeer zelf ook heel erg die contacten te onderhouden en afspraken te maken als ik daar tijd voor heb. Omdat ik ook als politica het super belangrijk vind om vrienden te hebben buiten de politiek. Die mij een soort van reality check houden, zodat je niet volledig wordt opgeslorpt in die politieke bubbel. Allee, versta mij niet verkeerd, er lopen ook echt
heel veel toffe mensen rond in de politiek. En mijn sociaal leven en mijn politiek leven overlappen tot op zekere hoogte. Maar ik wil echt ook wel mijn gewone, supertoffe, goede vrienden van jaren houden. En mijn relatie goed onderhouden. Want die houden mij allemaal ook gewoon met mijn voetjes op de grond. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ja, opnieuw zo'n vraag om wat moeilijk op te antwoorden in abstracto, hè, omdat ik nog niet goed weet welke rol ik precies ga spelen in het parlement. Maar ik hoop in ieder geval dat ik binnen 5 jaar door vriend en vijand zal erkend worden als een parlementslid dat haar dossiers heel goed kent. Dat kritisch is, maar ook een vrouw van haar woord. Dat vind ik superbelangrijk in de politiek. En dan ja, natuurlijk die bekend staat als een beetje de luis in de pels voor Brussel.